Hallo, welkom weer bij een nieuwe videootje hier op mijn kanaal Desk en Zolder. Mijn naam is Casper en de bus. Hij is uitgekomen. Nou, eigenlijk was het een beetje toeval. Want ik was afgelopen week een beetje aan het kijken naar een nieuwe simulatiespel. Jullie weten allemaal, ik wacht nog steeds op Bus Simulator 2021. En toen kwam ik deze tegen. En dit spel is vandaag uitgekomen. Hij kost 28 euro en je kunt hem kopen via de Steam Workshop. .nl zeg ik altijd maar. Voordat we verder gaan, check even of het inderdaad 28 euro heeft gekost heeft. Voordat ik iets zeg hier. Nee, hij kost 25,95. Kijk, dus nu zeg ik het alweer verkeerd, hè. Hij kost 25,95. Zo, weet jullie dat ook in ieder geval. Besturing instellingen. Het is nog een beta versie. Dus als je hem koopt, bestuurinstellingen zijn gewoon dikke but. Het is gewoon hond irritant. Ik ben ruim een half uur bezig geweest om mijn stuur een beetje goed te krijgen. Hij doet ons wel steeds vreemd met qua lopen. Want hij loopt gelijk vooruit. Dus ik kan hem wel een beetje remmen door middel van mijn cursortoetsen. Dus dat is wel even een beetje raar. Ik ga nu gelijk even zo meteen de bus in. Dus ik kan dus niet buiten de bus lopen. Dat zal ik zo meteen even laten zien namelijk. Hoe dat dan precies werkt. Goed. Dit is dan je vrij spel. Ik ga gewoon een vrij spelletje doen. Ik rijd gewoon even naar... ik denk even naar Hauptbahnhof. Ik ga niet de hele route rijden. Daar kom ik later wel weer op terug. Ben je nog niet op mijn kanaal geweest? Zeg een abonneren als je dit een leuke video vindt. Druk een belletje, word je op de hoogte gehouden. Wanneer ik een nieuw videootje upload. Ik loop iedere maandag tot en met vrijdag. Upload ik een deskcam of een simulatiespel om 2 uur voor de mensen die daar interesse in hebben. Kijk eens even op mijn kanaal en vergeet ook niet op te abonneren. Je hebt momenteel 1 map, Berlijn. We rijden met een voertuig Scania City Wild LF 12 meter 3D. Je hebt ook nog een 18 meter, maar ik pak even de 12 meter. Die daar ook even zoals het is. Lijn en tour kun je aanpassen. Dit zijn dus de plaatsen waar je dus gaat stoppen. En hier, ik denk dat ik even doorrijd tot aan Hauptbahnhof en dan stop ik met deze video. Hier kun je dus je maand kiezen wanneer je wil rijden. Starttijd en dit is je tour. Tour 11, maar dat is weer anders als straks. Ik ruis op de lijn. Anders als straks je tour, want je moet straks je tournummer intoetsen in het systeem. Maar dat is niet deze. Kom ik zo even weer op terug. Dus die lijn pakken we en rijden we dus door tot aan Hauptbahnhof. Klein videootje dus. Hier kun je weer aanpassen. Nou, je hebt dus normaal weer zondag, neerslag, storm, mist en mist en neerslag. Maar ik ga gewoon eventjes zondag kiezen. Kiezen we stad. We beginnen bij de Flughaven. Eigenlijk deze video doe ik even kort, omdat ik deze video graag vanavond al op YouTube wil zetten. Kijk, hij gaat dus nu met mij, gaat hij dus nu gelijk lopen. Dus ik moet eventjes een beetje hem aanpassen. Kijk, ik kan remmen met de cursortoetsen. Nou, dan stap ik even de bus in. Ja, dit is even lastig trouwens, hoor, voor mij. Ik kan dus met je linkermuis knoppen, doe je de deur open. Dan kan ik met F8 tot en met F9, F10, F11, F12. Nou, kijk, nu zit ik dus eventjes. Je start je bus iets anders dan Fernbus. Want het zijn gewoon de makers van Fernbus. Het spel is ook... Het lijkt ook erg veel op Fernbus. Want de mensen zijn ook uit Fernbus. Kijk, nu geeft hij hier aan. Start de boekcomputer en enter de tournummer. Dat doe je met F9. Dan zeg je start. Je krijg je dus een schermpje en dan moet je dus je toernummer in toetsen. Je toernummer is dit nummer. Dus dat is dus de 60, 89, 96. Ik klik op enter. Wat doe ik verkeerd? 60, 89. Oh, 6. Oké. Okay. Haha. Nou, heb je dus nu hier vluchthaven tegen naar Alexanderplatz.
Dit scherm geeft alleen maar aan als mensen kaartjes willen kopen. Maar niemand wil nu met mij een kaartje kopen, dus we kunnen gelijk ervan door. Gaan we naar 2. Drukken we op de I. En dan weer de I. Enkel doe je aan met de G. En dan kun je de voordeur dicht doen met F8. Ik heb het dus voor elkaar gekregen om mijn controles goed te krijgen. Mijn restoel goed te krijgen. Wat ik al zei, het heeft me ongeveer een klein half uurtje gekost. Hij is wel erg gevoelig nu met qua sturen. Maar ik laat het gewoon even lekker zo. Dan druk je pakkenbriks af. Spatiebalk. En dan druk je hem in zijn vooruit. En dan gaan we rijden. Dan zie je onder hier in beeld staan een navigatie. Maar die geeft ook aan hoe lang het nog rijden is naar de volgende bushalte. Deze volgende stop is Booghoefsweg. Dat is over 2 kilometer. Op een of andere manier werkt het nog niet bij een cruise control. Dus hij zoekt nog steeds een beta versie. Let op, inderdaad mensen, het is een beta versie. Wordt ook aangegeven in het spel trouwens dat het spel ook kan crashen tijdens het spelen. Of dat er fouten in zitten. Dat geeft het spel gewoon aan. Ook het geluid vind ik gewoon awful. Het is gewoon niet om aan te horen. Het is gewoon echt geen mooi geluid. Maar we doen het maar even ervoor. En dan denk je dat je dan vrije baan hebt en dan houdt in één keer die weg op. Ook apart. Remmen. Kijk, die motor blijft al doorlopen, maar ik sta al lang stil. Wat gaat hier fout? Goed voor de mensen die dus niet mijn kanaal volgen. Ik ben dus Deskazolle, oftewel mijn naam is Kasper. En ik maak dus inderdaad Deskcam en PC games. Die upload ik, die maak ik video's van met een vlug humor erin. Op de maandag hebben we over het algemeen Deskcam video's. We zijn nu momenteel bezig met rondjes Zwolle. En de rest van de week ben ik gewoon lekker aan het voor mijn video's beschikbaar. En op de zaterdag en op de zondag doe ik een livestreamtje. Dat kan overdag zijn en dat kan ook 's avonds zijn. Dus afgelopen week hebben we de hele weekend 's avonds de F1 gereden, F1 2020. Maar ook Lego City Undercover speel ik. Kortom, mocht je dit een leuk kanaal vinden, abonneer, zou ik wel erg tof vinden. Kijk, zit dus dat er dus nu nog 1 kilometer nog te gaan is. Dan zijn wij bij de eerste bushalte. Kijk, dan hoor je dus ook door je speakers heen. Booghoefsweg. Zo. Best wat gas nou even. Die man die heeft ook gewoon in ieder geval, ik rijd gewoon door. Kijk, ze nemen hier geen richting of verkeersdeel. Die mensen knallen maar rondoor. Lap de verkeersregels aan je laars, zou ik zeggen. Kijk, hier zit dus die bushalte. Daar moet dus nu heen. Zo, hoppakee. En stoppen! En wacht. Ik vind het geluid wel erg hard trouwens. Ja, en F9, dat moet je trouwens ook niet vergeten, want als je daar F9 niet indrukt, dan gaan de mensen er niet uit. En dan geeft hij de volgende navigatie niet aan. En dat is toch wel heel, heel belangrijk om te weten. Dus
Zolang je dat niet doet, dan geeft hij inderdaad niet de volgende navigatie aan. Dus je moet ook inderdaad de duren. Wat de hel kan dit bedoelen dus? Oh, daar was een verkeersbord. Erg belangrijk. Ja, dit spel is dus gewoon Fernbus. Voor mensen die Fernbus spelen en weten ook als mensen die ook mijn kanaal bezoeken. Ik heb wel een probleem met Fernbus met qua graphics. Ik heb hetzelfde graphics probleem ook weer met dit spel. Ik doe het gewoon voor. En ik moet zeggen, ik was bang dat dit spel niet meer zou gaan draaien onder mijn PC. Maar gelukkig, hij doet het nog. En ook nog snel. Dus daar ben ik heel erg blij om. Ik zal binnenkort een keer binnenkort, ik denk volgende vrijdag komt hij uit. Dus ik heb dus een hele toedoen voor dat spel. Ik zag zorgen dat mijn. Ook even mijn controles allemaal goed werken. Dat het beeld misschien iets beter is enzovoort. Ik heb het nou dat spel gekocht en zo snel mogelijk dat stuur proberen aan de praat te krijgen. Om dit spel zo snel mogelijk eventjes online te geven. Om online te knallen. Zodat dus mensen ook weten dat ik dus ook met de bus verder ga. Toen mijn jongens, ruim maar door. Waarom geef ik er een richting aan? Ik heb geen idee. Denk je van, oh, dus dit stukje is toch vrij? Oh, hier, busbaan. Mooi, top. Dat is dan wel weer fijn. Hoppakee, gewoon rechts inhalen. De navigatie moet je even een beetje opletten trouwens, want dat is niet helemaal jovo. Nu geeft hij ook aan dat ik weer terug moet. Maar daarvoor is de halte. Nogmaals, het is een beta-versie. Kijk. Je kunt ook gebruik maken van je dashboard, want ook daar zitten er genoeg toetsen op die allemaal bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld, je kunt ook zeggen, nou, je kunt de bedieningslichting aanzetten. Ik weet niet wat dit is, ik kan het niet even goed lezen. Traction control kan je in- en uitschakelen. Maar ook kun je gewoon hier de deur open gooien. Voordeur en achterdeur. En de deur. Ja. Kunt doen. Maar dat zijn knoppen F8, F9, F10 ook. Dus. Ga ik hier zo zitten, kijk, dan kun je bijvoorbeeld hier inzoomen. Doe F8 eruit, F9 eruit en F10 eruit. Ik denk dat denk ik wel iets prettiger, denk ik. Hey, kijk, hoe gaat hij weer? Kijk, nu is mijn navigatie dus weer niet goed. Er is dus, kijk, daar zijn dus problemen mee. Kijk, moet ik even terug een stukje terugrijden. Op een of andere manier pakt hij nou weer niet mijn. Nou, klaar hiervoor al. Ja, ik heb het al een keer eerder gespeeld in het spel, maar dat ging ook al niet helemaal goed trouwens. Volgens mij gaat hij naar de volgende al. Nou, kijk, dan pakt hij dat waarschijnlijk niet. Koekmalen. En dan is mijn navigatie denk ik weg. Oh, lekker dan. Heerlijk dit. Dan zit ik nou weer aan te wiebelen dan. Kijk, dan had ik het laatste keer ook gehad. Dan ben ik een stukje teruggereden. Hoi. Zo. Kijk. Een stukje terug. Dan ben ik hier weer gestopt. Toen weer vooruit. Toen gestopt weer. Toen de deur weer open gedaan. Kijk, en nu is de navigatie er alweer. Wat zeg ik dus? Het is een beta-versie. Dus tip van Flip, rijden we achteruit terug. Dan gaan we hier even de rood heen nu hebben. Dus ik moet dan maar even snel. Maar we geven weer richting aan, Kasper. Waarom neemt die auto gewoon geen richting aan? Jongen, wat een koeien lekker. Kijk, laat nog eens trouwens, want ik eigenlijk een beetje snelheid maken. Oh my god. Wat is
De verraadse is hier onder beeld zie je dus verdediging te volgen. Altijd krijgt het Toenstrasse, Busselstrasse, denk ik ongeveer. Dat is over 538 meter. Daar zijn we dan. Maar we staan behoorlijk in een file. Nu. Is dat voor een stoptollend zijn? Een beetje geduld, er zijn nog 6 wachtenden voor u. Er zijn nog 10 wachtenden voor u. En we kunnen weer rijden. Pak goed de busbaan. Kijk, huppakee. Gaspel, gaat hij daar? Oh. Kijk, dat is mooi, dan ga ik weer mooi tussen. Huppakee. En ook gewoon weer daar op die weg rijden. Lekker jongens. Goed zo jongen. Voorrang geven. Zoek dat varen. Voor mij krijgen we na de Busselstrasse. Voor mij al Hoppanhof. En dan gaan we even stoppen met het videootje. Dan krijg je wel een beetje een ideetje. Toen jongen, rijd dan toch door met die auto van je. Kijk, dat beeld is ook niet helemaal wat je zegt, jovel. Dan is het een keer weer donker, dan is het weer poep, licht. Dan moet ik hier afslaan. Ik heb nog groen, dus even aanmaken. Is de halte. Ja, de bus is kapot en ik kan niet meer gemaakt worden. F8, F9. Allemaal geen kaartjes. Top, dan doen we de boel dicht. Richting aangeven en we gaan weer. Toenstrasse hierna. 818 meter. Nee, Peter. Struivel geen meter. Even gas erop nu. Hoppa. Wow, dat gaat ook alleen maar. Dat gaat ook echt gewoon goed, hè. Strak gereden, hoor. Die is al voorbij, hoor. Ja, ook helemaal voorbij. Hoppakee. En die moeten we. Oh. Ja, gaan gewoon doorrijden, zo. Hoppakee. Kijk, dat kan ook gewoon zo. Nou, bochtje naar links. En gelijk weer een bochtje naar rechts. Waarom? Waarom sta ik in de weg? Kijk gewoon niet die auto voorbij dan zo. Oh, dat kan ook gewoon. Ja, sorry, ik heb haast. Ik moet het videootje vandaag uploaden op mijn kanaal. Oh, wat zie je die graphics dan onder die auto dan? Zat er ook niet Joe vooruit, paaltje? Wow, dat beeld is niet goed. Ja, nogmaals, graphics is toch niet zo geweldig. Maar ik ga eraan werken. Toenstrasse. Oh, in de rem dat ding. Hallo. Kijk, dit zijn bekende mensen die erin stappen. Dit zijn poppetjes. Ja, de poppetjes, de mensen zijn ook gewoon van Verbus. Met name hem. Hallo, kijk, hij wil graag een kaartje. Oh. En 9, we hebben graag een enkele kaart AB. Enkele kaart AB en dan bedrag 1, prijs 3 euro. Terug van hem. En dat 4 euro. Krijgt hij 1 euro terug. Zo, klaar. Mooi hè? En dit is dicht. En we kunnen weer. Hierna krijgen we Hoppanhof. Oké, dan houden we er daarna even mee op. Want Hoppanhof is ook niet altijd helemaal jovel in elkaar gezet. Maar dat ziet er heel vreemd uit. Met name de navigatie. Check even de navigatie onder in het beeld. We zullen even kijken hoe dat eruit ziet bij Hoppanhof. Het is één groot streeptrekker navigatie zo beneden. Alsof de mensen aan de streeptrekker zijn geweest. Misschien was de kleur oranje misschien in de aanbieding.
Ik weet het niet, maar... Is het de hoorn? Ik weet het nog. Nou, die auto voor me rijdt niet zo hard door. Voor mij is dat toch als een Skoda. Dat is al wat voor me rijdt. Maar ik wil een beetje vaart maken, want... Nogmaals, ik wil een videootje graag nog even voor vanavond op mijn kanaal hebben staan. Dat jullie even een indruk kunnen krijgen. En we komen natuurlijk terug met dit spel. En uiteraard spelen we meerdere simulatiespellen. Onder andere dus Fanbus, Train Simulator, Train Sim World 2 speel ik. Ik speel ook Vehicle Simulator. Truck Simulator. Kortom, ik speel genoeg spelletjes. We spelen F1 2020. Ga maar door. Ik zou zeggen, kijk gewoon mijn kanaal. Ga naar de playlists toe. En dan zie je welke spelletjes ik allemaal speel. En mocht je dit al een leuke kanaal vinden, vergeet dan niet om te abonneren. Dat zou ik heel erg tof vinden. Na 1 kilometer zijn we bij de hoofdbaanhof aangekomen. Nou, nu wordt het één grote zebra op een navigatie. Even zo, even omluchten. FMC. U? Daar voel je. Daar. FMC. Oké. Ik moet zeggen dat ik ook erg lang op die stoplicht sta te wachten, moet ik zeggen. Mooi. Ik kan ook uitschieten. Lekker een slokje van het Zwolse water uit de kraan. Eeuw, en groen. Rij maar door. Kijk, dan gaan we hier af. Kijk. Dan gaan we rechtdoor. Zo. En dan moeten we denk ik weer invoegen, dat ik het wel. Ritsen. Ja, we moeten weer ritsen. Ha. Haha, ik kom er niet meer tussen. Kwakzalver. Nee, je komt er niet meer tussen. Don't you... Ja, joh, zet me er gewoon voor, joh. Kan gewoon. No problem. Kan gewoon, hoor. Verleen je zo gewoon voorrang, hè? Of staan we weer voor zo'n stoplicht. Koek, koek. Kijk hoe laat het nog is. 10:30 is het nu. Het mag niet meer lang duren, want ik morgenochtend gaat het weer om 7 uur. Jee. Dus dat kijk ook nog even naar Espanja, Griekenland. 1-1. Er zit die ex-coach van Pek Zwolle zit daar toch? Van het schip. Ik weet niet wat je daar nou weer moet zoeken. Ja, het is mooi weer, dus. Maar toch wel niet trouwens. Niet verkeerd van het schip trouwens. Tegen de Spanjaan. Nou, nu komen we aan bij de hoofdbaanhof. Die bevindt zich aan de rechterkant. Kijk, nou is het, ja, nu pakt hij hem in één keer wel goed. Ik had hier bijvoorbeeld eerst dat hij alle kanten op ging. Navigatie. Nou is het wel weer goed. Oké. Okay. Oké, okay, ik nog niet. Kijk maar. Het is één grote zebrapad in één keer daar op mijn navigatiesysteem. We moeten deze kant op. Oh, sorry. Ja, mijn stuur reageert een beetje fel. Sorry. Nog serieus, dan gewoon op de handreling. Ik weet trouwens nog niet wat dit nou precies inhoudt. Ik heb geen idee. Oh, we hebben groen. Kijk, daarvoor zie je al een groen bordje staan. Maar ja, we moeten kijken hoe die bij de heenloods, dat is een beetje apart. Nou, hier is de volgende bus altijd. Hier stoppen wij ook met deze video. Zo. Jij met dat ding. Zo, iedereen uit. Uitstappen! Oh, er gaat niemand uit. Wil je serieus nog een kaartje kopen? Ja, laat hem nou gewoon. Ja. Hij wil dus een AB. Dag 1. Prijs 3 euro, enkele kaart. Zo,
hij geeft 3 euro. Dus dan pak ik dat voor me. En hij krijgt weer 1 euro terug. Zo, doei. Oh, nog eentje. ABC, ja, maar ik stop ermee, meneer. Maar 1 persoon. 380. Oh, dan over het geld ook weer. Oké. Okay. Kaartje. Ik had 380. Ik krijg niks terug. Kom op. Dus de Hoofdbahnhof. Ziet er wel naar zitten. Ah, op zich ben ik wel vrij content met dit spel, hoor. Oh, dat is ook weer niet helemaal goed dit. Ja, er zit nog een beetje. Het is nog een beta-versie. Goed. Dit was het voor nu. Dit was de bus. Nogmaals, voor de mensen die de spel gaan kopen, prima. Kost je dus €25,95. €26 dus. Via de Steam Workshop kun je dit spel gewoon kopen. Het is wel een beetje een gepier om je besturing goed voor elkaar te krijgen. Wat ik al zei, ik ben ongeveer een half uur mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Hij zag bestuur is niet, maar het was gewoon drama. Maar goed, ik heb het er wel voor elkaar gereden. Dus ik laat het nu ook gewoon lekker zoals het nu is. Ik ga er verder niet veel aan veranderen. Ik zal even kijken naar de volgende video of ik mijn graphics wat beter kan krijgen. Dat het allemaal wat helderder wordt, wat mooier en noem maar op. Nogmaals, het is een beta versie, dus je moet het even de benemen zoals het nu is. Zeg bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Mocht je mijn kanaal nog ook leuk vinden, abonneren. Zou ik heel erg tof vinden. Druk een belletje, word je op de hoogte gehouden van mijn volgende video. En ik zeg de groeten toedels en een dikke dag.